It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Tot voor kort waren alle films in de bioscoop in 2D. Tegenwoordig zie je steeds meer films zoals deze die in 3D worden geschoten. Daardoor lijkt het alsof je diepte ziet. Maar hoe werkt dit nou precies? Om daarachter te komen hebben wij hier in Groningen afgesproken met Frans van Hoesel. Frans van Hoesel werkt voor de Rijksuniversiteit Groningen en we hebben dan ook met hem afgesproken op zijn kantoor op het universiteitsterrein Zernik. Frans' connectie met 3D begon toen hij voor zijn studie software ontwikkelde om de 3D-structuur van moleculen weer te geven. Na diverse projecten en tussenstops kwam Frans bij de Rijksuniversiteit Groningen waar hij het Reality Center opzette. Dit Reality Center en Frans' kantoor zijn gehuisvest in dit ronde gebouw. Hier staat onder andere het grootste scherm ter wereld dat je met meerdere aanrakingen tegelijkertijd kunt aansturen. In de natuur zien we alles om ons heen in 3D. Er is diepte aanwezig in de omgeving. Maar hoe werkt dit bij films? Want deze worden immers vertoond op een plat scherm. We vroegen aan Frans hoe het kan dat we in de bioscoop toch diepte kunnen zien. Ja, mensen zien 3D met twee ogen natuurlijk. En je ene oog ziet altijd met een iets ander beeld van de wereld als je andere ogen. En je hersenen maken daar dan weer een 3D van. Bijvoorbeeld als je een flesje neemt als dit en je zet deze erachter. Dan zie je met je linker oog zie je misschien net het ene flesje nog wel. Maar als je je andere oog even kijkt, dan zie je dat er net iets meer van het andere flesje ziet. Dus daar zit een beetje verschil tussen die twee beelden. En het verschil, daar maken je hersenen maken daar 3D van. Als je het gewoon op papier wil drukken, dat kan ook. Je kent misschien van vroeger nog wel van die rood-groene brilletjes, zoals deze. En als je dan wat, dit is dan een stereo plaatje, zeg maar. Je ziet hier bijvoorbeeld twee gekleurde driehoekjes. En als je dan zo'n stereo bril opdoet, zo'n rood-blauw stereo brilletje. En je houdt hem ervoor, en dan zie je nou nog alleen, Met je ene oog zie je alleen het blauwe driehoekje en het rode wordt helemaal zwart, dus dat zie je dan niet meer. En natuurlijk geldt hetzelfde voor het rode driehoekje. En op die manier heb je één oog ziet alleen het ene beeld en je andere oog ziet alleen je andere beeld. En dus zien we weer 3D. Je kan ook met Polaroid werken. Dat is, zie je in de bioscoop vaak. Krijg je zo'n brilletje misschien op in de bioscoop. Nou, ik heb hier ook twee van die Polaroid brilletjes. Die zijn dan van karton. Dat ziet eruit als gewoon grijs plastic. Maar de grap is dat het licht polariseert. Dat is een moeilijk woord, maar polariseren zorgt dat je het licht in één richting geeft. Normaal is gaan die lichtgolven die gaan alle kanten op. Als het door een stukje Polaroid heen gaat, nou, dit is dan lineair gepolariseerd. Dus het licht wat er doorheen komt, komt er heel mooi lineair gepolariseerd, komt het er weer uit. Dus een golf staat alleen maar in één richting. Nou, dat is heel mooi, maar het effect is dat als ik daar een tweede Polaroid filter bij gebruik, ik neem maar even twee brilletjes, en zelfs de loodrecht op elkaar zetten, dan staat het licht komt er zo aan, maar dat moet dan door een Polaroid filter heen wat zo staat en dan wil het er niet doorheen. Dus dan wordt het ook weer donker. Dus dan zie je met je ene oog zie je alleen maar het beeld wat goed gepolariseerd is. Kijk, je kan het ook wel zien met de camera. Zo lijkt dit glaasje zwart. Dan hou ik hem voor die, dan lijkt die helder. Nou, hier staan we dan bij een systeem met twee projectoren. Twee Polaroid filters voor elke lens eentje. En hier hebben we zo'n Polaroid bril die je in de bioscoop zou kunnen opkrijgen. En als je nou het brilletje voor dit filtertje houdt, dan is dit oog donker. En omgekeerd is dit oog donker, dus met je oog zie je nu alleen het beeld van deze projector. En met dat andere oog zie je alleen het beeld van deze projector. Nou, in een andere bioscopen kom je dit soort brillen tegen, die zijn nog weer anders. Die zijn elektrisch, er zit een batterijtje in, hier zit een batterijvakje. Er zitten twee sluitertjes in. En wat er dan gebeurt is dat zo'n projector die projecteert om en om
een beeld. Heel snel wisselt dat, vaak 120 keer per seconde. Eén beeldje voor je linkeroog, een ander beeldje voor je rechteroog. Nou, dat gaat zo snel dat als je met je blote oog zou kijken, dan zie je gewoon een dubbel beeld. Maar hier zitten twee sluitertjes in, die gaan ook 120 keer per seconde open en dicht. En ja, als een beeld voor het linkeroog geprojecteerd wordt, is alleen het linker sluitertje open. En omgekeerd natuurlijk voor het rechteroog. Er zit een sensortje in, een infrarood sensortje, die weet dan wanneer welk beeld geprojecteerd wordt. Het project stuurt het signaaltje weg naar die bril toe, zodat ze mooi synchroon lopen. Goed. We weten nu hoe we diepte kunnen zien met behulp van gepolariseerde glazen, shutterglazes en gekleurde glazen. Ik wil het nu wel eens met eigen ogen bekijken. I'm in 3D! Wow! Wow! Ready to go, Woody! Rex, you're not in 3D. Well, of course I'm in 3D. Oh, this is so embarrassing! Guys, look, I'm fixed! 3D! Gotcha!